Het ministerie van Financiën en Planning heeft meer geld vrijgemaakt om de problemen in de overstroomde gebieden in het binnenland van Suriname aan te pakken. Dit bevestigde minister Armand Achaibesheen gisteren in gesprek met journalisten voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Er zijn ministeries en NCCR begast met het aanpakken van dit probleem. En het is jammer dat we met dit probleem geconfronteerd zijn geworden. Ik leef met de mensen mee, laat me dat direct voorop stellen. En de gelden die NCCR bijvoorbeeld en de ministeries nodig hebben om het probleem aan te pakken en noodhulp te bieden, die worden onmiddellijk vrijgemaakt. Er is bijvoorbeeld een aanvraag van, ik meen, 7,6 miljoen door NCCR gedaan, een tweede of derde tranche, en die heb ik vanmorgen getekend. Dus dat geld krijgen ze, omdat we beseffen dat de mensen geholpen moeten worden. Achaibesheen zegt verder dat de ministers die belast zijn met het vraagstuk van wateroverlast hem moeten rapporteren wie in de gebieden schade hebben geleden, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor schadevergoeding. We compenseren volledig. We gaan ze tegemoetkomen. En tegemoetkomen, omdat er een bepaald budget is, tegemoetkomen houdt in dat je mensen, zoals men zegt, pondsgewijs, pro rata, vergoedt. En dat is ook gebeurd. En ofschoon apotmonie de Namiano, midden afhankelijk van informatie voor LVV, Nangaros, Samikisi en Fmikisa informatie, dat we controleren van informatie de correct en dat we paai uit. De minister zegt dat financiën niet bepaalt wat het bedrag is welke de mensen tegemoet moeten zien. Het ministerie is afhankelijk van de informatie die zij krijgt van de belanghebbende ministeries.